afgelopen interviews heb ik enorm veel antwoorden meegekregen. Antwoorden over onze economie. Over waarom we crisis na crisis hebben op deze planeet. En dat we eigenlijk de connectie met de natuur, met de planeet zijn verloren. En dat we dat gaan merken niet op de afdeling duurzaamheid of de afdeling corporate social responsibility. Maar echt in onze economie zelf. En toch kwam het grote inzicht eigenlijk pas hier. Een bomenkerkhof. Wat je hier ziet zijn aangespoelde boomstammen. Die van een boot van een houtkapmaatschappij zijn afgevallen. Elke dag weer vallen er gekapte boomstammen van de boten af. En spoelen hier aan op Haida Gwaii. Prachtig eiland. Maar de stranden liggen gewoon helemaal vol met aangespoelde boomstammen. En dit is eigenlijk waar onze economie echt om draait. Dit is gewoon het grote inzicht. Dit is onze economie. Namelijk een economie gebaseerd op verspilling. De inheemse mensen die hier wonen, de Haida. Die zien eerst hun prachtige eeuwenoude bossen weggekapt worden in seconden, minuten. Gaat er zo'n grote woudreus gaat er naar beneden. En vervolgens spoelen die boomstammen aan op hun eigen strand. En dat is precies hoe onze huidige economie in elkaar zit. Een economie gebaseerd op verspilling en het niet meer weten wat de werkelijke waarde van iets is. In onze huidige economie is het goedkoper, economischer om door te varen als er boomstammen van je boot afvallen. Laat staan om ze echt goed vast te maken. Het gaat om de bulk, om de kwantiteit. En dan zie je hier die boomstammen. Al dobberend uit de oceaan. Komen ze hier aan, op het strand. Verpesten hele ecosystemen. En dat is onze economie. We zijn het besef verloren van wat werkelijke waarde heeft. En hoezeer onze economie afhankelijk is van de planeet en van de ecosystemen. En Paul Gilding liet me dat heel duidelijk zien met een onderzoek van het Stockholm Resilience Institute. Dat in kaart had gebracht van welke ecosystemen onze economie afhankelijk is. Afhankelijk om te blijven draaien. En ze kwamen er op 9. 9 ecosystemen waar we eigenlijk niet zonder kunnen. En bij 2 waren we de uiterste limieten van die ecosystemen waren we overgegaan. Bij de andere 7 zaten we tegen de grens aan. En dat betekent dat de houdbaarheid van dat systeem binnenkort gewoon op is. Dat onze economie daar niet meer op kan draaien. Dus al die antwoorden, al die gesprekken die ik heb gehad. In totaal meer dan 14 uur aan gesprekken, aan meer dan 300 vragen gesteld. En uiteindelijk is het deze plek die het voor eens en voor altijd duidelijk maakt. Dit is onze economie. En dit moeten we gaan fixen.